De Flatcoat Retriever. De Belgisch Herder Groenendaal. De Poelie anders dan ik. De Border Collie. De Briar. De Husky. Siberian Husky. En de Scottish Sheltie. En dan een Australian Terrier. De Franse Bulldog. Een Lhasa Apso. Een Canton de Tuliaar. Tiberdaanse Spanier. Een Chichu. Een Dwergkeesje. Sussex Spanier. Grootkees Wolfsgrauw. De Wetterhoek. De Loendehond. En de Chihuahua Langhaar, dames en heren. Allemaal jongste puppies, 4 tot 6 maanden. Ik heb hem nog herinnerd. Hij gaat een selectie maken, die laat hij lopen en daarna gaat hij 300 plaatsen. De beste baby's, 4 tot 6 maanden, zoals ik al gezegd heb, honden die echt zo op een enige dag het misschien wel gehad hebben. En toch zitten er helemaal spontaan honden bij staan. De Loendoen, heel speciaal ras. De jacht op de papegaaiduiker. De Sinus, nationaal, tenminste, Fries nationaal ras. Om te jagen op de papegaaiduiker tussen de rotsen uit Noorwegen. De Noorse Loendehond. Ik kan apporteren. Met altijd die mooie levenkleurige kleur. Dan krijgen we naar de American Akita. Vroeger hadden we Akita's. Zogenaamde Akita Inu, oftewel de Akita Hond. Amerika is aan de slag geweest, hebben een gevaarlijke kiezer gemaakt en dat is een leuke Akita. Amerikaans ras. Met een mooie masker. En een speciale staartwacht. Maar deze heeft het nog niet. Puppy moet nog helemaal het record krijgen. En zoals ik al zeg, anders dan wit. Je hebt 2 types van dit ras, namelijk de poelie wit en de poelie anders dan wit. Dus dit wordt dus een hond die straks allemaal nog die dreadlocks hebben ter bescherming van de wilde dieren. De poelie anders dan wit. Een hond uit Tibet die ze een jaar geleden geprobeerd om Chinees te maken. Gelukkig is dat niet gelukt. De hond van de monniken, die ook wel zwaar en verdedigd en rechterbij ook helemaal zwart. De Sussex nachtwering verlaten onder die applaus natuurlijk. Heel veel succes met de baby. De Poelie anders dan dit. En de Lhasa mag de ring verlaten met een applaus voor deze 3 prachtige honden. En dan mogen deze 3 honden nog even 1 ronde lopen. Ik denk dat de Akita wacht mag passeren als je wil. Voor op de Noorse Loenderhond. Dan de American Akita. En dan de Friese Wegroen. Nummer 2. De American Akita. En op de eerste plaats de Wetterhoen.